als jij uit een laag opgeleide familie komt, een of andere achterstandswijk, heb je de gelegenheid niet om te doen wat je leuk vindt. Je moet een baan zien te krijgen en misschien moet je er wel twee hebben om de kosten te kunnen dekken. Je hebt helemaal geen tijd voor leuk. It's survival, man. Of de andere kant van, wat is ook niet waar, van voor een dubbeltje geboren kun je nooit een kwartje worden of weet ik hoe dat gaat. Dat is ook niet per se waar. Als je zou zeggen dat succes helemaal niet maakbaar is of helemaal wel maakbaar is, waar op deze lijn ligt het wat jou betreft? Dat kun je nooit zeggen in het algemeen. Het hangt ervan af. Van als ik heel veel talent heb voor iets en ik krijg ook bemoediging, dan lijkt het heel maakbaar. Maar ik heb die bemoediging nog dat talent gemaakt. En verder heeft bijvoorbeeld zoiets simpels als mijn gezondheid ermee te maken. Dus iemand kan heel veel bemoediging hebben en heel veel talent. En desnoods ook nog kruiwagens, waarmee ik bedoel hulp. Maar ja, als die ineens kanker krijgt, is het klaar. Absoluut. Dus ik denk niet dat alles ons maar overkomt. Maar ik denk net zo min dat alles maar van mijn wil afhangt. Waarbij nog de vraag opkomt, en dan wordt het heel complex. Kan ik willen wat ik wil of wil ik gewoon maar wat ik wil? Dus, dat is wel een hele mooie. Bijvoorbeeld van succes nastreven. Is dat iets wat ik helemaal zomaar out of the blue bedacht heb? Of omdat ik net als alle andere kinderen op het schoolplein graag gezien word? Dus is dat überhaupt al wat je wil? Ja, dat is maar zeer de vraag. Ja. En de context is ook nogal belangrijk. In een van mijn boeken zei ik van... als je in een stam bent opgegroeid in het regenwoud, is de kans dat je rockster of voetballer wil worden nul. Want daar heb je daar niks aan. Goede bomenklimmer of jager of mandenvlechter of moeder of hoeder of whatever. Dat is heel waarschijnlijk, want daar krijg je daar maatschappelijk succes mee. Als je goed kan jagen of goede manden kan vlechten, krijg je daar aanzien door. Dus het is ook nogal contextafhankelijk. Bedoel je daar ook mee dat wat jij misschien najaagt, nastreeft als succes, dat dat wellicht ook dat is dus al bepaald door de context waarin je je bevindt? Yeah. Dus misschien niet eens van echt puur van jezelf. Ja, dus dat leidt naar de vraag. Ik doe even die bril af, dat is onhandig. Dat leidt naar de vraag: wat is succes nou eigenlijk? Dus wanneer we het hebben over mensen die dat talent vinden bij zichzelf. En daar een fijn leven mee willen leven, waarin ze van betekenis zijn voor anderen en voor zichzelf. Dan heb je toch ook, nou ja, het woord inspanning viel helemaal in het begin. Dan zul je zelf wel de inspanning ervoor moeten leveren om daar iets van te maken. Uiteraard, want talent alleen is niet genoeg. Dat is wel wat heel veel mensen tegenwoordig denken. Als ik maar talentvol ben en ik gooi iets op YouTube of whatever, dan moet er instant succes in de zin van roem komen. Zo werkt het niet. Als je eerlijk naar binnen kijkt, dus dat is al nogal een veronderstelling dat we eerlijk zijn. Maar laten we aannemen dat we eerlijk zijn, dan kan ik zien dat ik er misschien te weinig aan doe. Dat zou kunnen. Dan kan dat een oproep zijn om er iets meer aan te doen voor zover de tijd en de geestelijke vermogens en talenten of vaardigheden dat toelaat. Dus eerlijk naar binnen kijken is altijd handig. Ja, ik heb er gewoon het laatste jaar te weinig aan gedaan, dus oké. Dat kan. Of misschien was er ineens een partner ziek. Dus er kunnen ook situaties van overmacht optreden, waardoor je niet meer die zoveel procent energie, tijd en aandacht ergens in kan stoppen, omdat iets anders aandacht nodig heeft. En soms gebiedt de eerlijkheid ook gewoon om te zeggen van oké, ik dacht dat ik dit kon, maar misschien kan ik het wel niet. Komt ook voor. Dat ik hiervan bleek te kunnen leven, daar ben ik heel blij mee. Maar als dat niet het geval was geweest, had ik er daarnaast nog 2 dagen gaan werken. Ik heb vroeger ook in winkels en op fabrieken en op kantoortjes gewerkt. En weet je wel, daar is verder niks tegen. Dus als ik iets heel graag doe, maar ik kan daar niet van leven of nog niet van leven, dan moet er daarnaast misschien iets gebeuren. Of moet mijn partner het misschien aanvullen als die er is. Of
Dus al van tevoren gaan zeggen van ik heb een idee of ik wil iets gaan doen en dat moet alle kosten dekken. Ja, soms lukt dat. Als je iets wil, zul je er ook iets voor moeten doen. Het komt meestal niet zomaar aanwaaien, maar inspanning is nog geen garantie. Nee, ja, en dat is dus heel mooi. Talent is geen garantie en inspanning is geen garantie. Voilà. En hulp is geen garantie. Er zijn geen garanties. Dus die al meenemen aan het begin is heel handig. Ja, en dan komen we dus toch gewoon weer terug op waar het eigenlijk elke keer op neerkomt. Doe je ding. Doe wat je voelt dat je wilt doen. Doe dat vol overgave. En heb daar verder geen te hoge verwachtingen van wat eruit komt. Maar doe het gewoon. Yes. En dan kom je gelijk ook op een verschil van doe ik iets om toch een uiterlijk resultaat te halen, waar het vorige keer een beetje over ging, een target of een doelstelling. Of doe ik het voor de liefde van de onderneming zelf? En dan niet per se de zakelijke onderneming, maar het ondernemen van het proces zelf. Ja. Ja, en uiteindelijk zit het daar toch in. Ja, dat denk ik ook. Wat je wil bereiken ligt altijd stappen verder. Dus het proces is het enige wat er is. Ja, en dan komt er nog iets bij. Tijdens het hele proces verander jij. En zullen dus ook je doelstellingen, verwachtingen, illusies, hoop, je vermogen om tegenslagen te overwinnen, idealiter groeien. Dus je wordt wat helderder en er ontstaat wat meer tegenwoordigheid van geest, mogen we hopen. Ja. Zouden we dan kunnen zeggen dat als we het dan hebben over die maakbaarheid van succes binnen je bedrijf, dat het eigenlijk vooral te maken heeft ook met wat is dus jouw definitie van succes? Yes. Waarmee ik niet zeg dat mijn definitie beter zou zijn maar dan van een ander, maar het is wel leuk als mensen dat heel helder hebben. En dan gelijk is, als ze echt iets willen onderzoeken, naar het tegendeel ervan gaan kijken. Dus als ik een definitie heb van drie elementjes, welke elementjes laat ik weg? Welke vermijding zit erin? Dus als ik dingen heel dualistisch maak, dan zijn mensen altijd ergens voor op de loop en ergens naar op zoek. En die twee die hebben met elkaar te maken. Wat is jouw definitie van succes? Ik suggereerde dat al een beetje, dat ik liever een succesvol mens zie dan alleen maar een succesvolle muzikant, ondernemer in de maatschappelijke of financiële zin. Ja, maar wat is dan dus een succesvol mens? Iemand die er niet te veel illusies op nahoudt, niet de neiging heeft te forceren, niet altijd gelijk hoeft te hebben, dingen aandurft te gaan. In zichzelf, maar ook als het nodig is om tegen een ander iets te zeggen. Dat soort elementen. Ik heb daar het een en ander over geschreven in mijn boek. Ja, beetje precies. Moeilijk om dat allemaal, er staat nogal wat, in zes woordjes samen te vatten. Maar die elementen zitten daar in ieder geval in. En waar we het vorige keer ook over hadden, dat je kunt luisteren naar je intuïtie en dat je snapt dat dat iets anders is dan je gevoel. Dat soort dingen. Ik denk dat het er veel meer om gaat om een volgroeid wezen te leren worden dan alleen maar veel likes krijgen of veel centen of goh, die is goed bezig, kijk haar eens. Ja, dat is leuk, maar dat is voor mij nog steeds schoolpleinniveau. Ja, ja, en dan kom je ook weer terug op dat het uiteindelijk draait om dat proces. Yes. Want in het proces, daar kun je daarvan leren, daar kun je daarvan groeien, daar word je dat volwaardige mens. Ja, exact. Want we weten natuurlijk allemaal dat uiterlijk succes geen garantie is op vervulling. Het barst van de mensen op deze planeet, die hebben miljoenen en succesvolle businesses, whatever that may mean, maar het is innerlijk leeg en er zijn allerlei hulpmiddelen, al dan niet van de dokter of de dealer nodig om de dag door te komen. Ja, het ziet er van buitenaf heel succesvol uit. Die hebben een auto staan waar ik een huis van kan kopen. Maar, so what? Ja, vervulling is dan een heel mooi woord. Dat is ook wat je gebruikt. Ja, dat denk ik ook. En dat bestaat altijd uit meer elementen dan alleen maar een succesvol bedrijfje hebben. Ja. Dat is hartstikke leuk. Daar is niks tegen.
Maar als het andere elementen in de weg zit, en we hebben meestal de neiging om wat door te schieten. Dus mensen kunnen een hele tijd heel veel inspanningen leveren. Ik hoorde gisteren op de radio nog een of andere coach. En die had keiveel inspanning geleverd en was een succesvolle coach geworden. Wat hij jammer vond, was dat hij zijn kinderen amper had gezien toen hij opgroeide. Dus wat wij wensen, kost ook altijd iets aan die andere kant, die we meestal niet zien. Dat is niet erg, maar dat hoort erbij. En in hoeverre zit dat in de succescalculatie inbegrepen? Ja, dus dat is wat je bedoelt met welke prijs wil je ervoor betalen? Yes, het kost altijd iets. En dat is maar niet is erg. Dat zo? Moet het altijd wat kosten? Uiteraard, want als jij 80% van je energie besteedt aan A, kun je die niet besteden aan B of C. Dat is niet erg, maar het is wel leuk als je van meet af aan helder hebt wat de kosten zijn. En de vorige keer hadden we het in ander verband erover van zogenaamde keuzes. Je hebt 3 deuren. Ja, als je deur A doorgaat, kun je niet B en C door. Dus iedere stap die je zet, sluit ook gelijk weer andere gebieden af. Dat is oké, en dat is normaal. Maar het is wel leuk als je het weet. En vaak komen we daar pas achteraf achter. Dus dan heb ik mijn succesvolle bedrijf. En het werkt allemaal goed. En ik heb zelf zin dat ik nog iets bijdraag. Maar ondertussen gaat mijn relatie naar de kloten. En ik weet niet eens hoe mijn kinderen heten. Of het omgekeerde. Ik ben juist heel erg met familie en gezin bezig. En 20 jaar later kom ik erachter van shit. Maar ik had eigenlijk die studie willen doen. Of een zaakje beginnen. Of ik had eigenlijk een goed idee. Een uitvinding broeide in mijn hoofd. Of een roman of whatever. Iets. Bedoel je hier ook mee dat hier in dit stuk, we noemen nu een aantal facetten van het leven, dat daarin dus niet alles kan? Ja, exact. En dat is waar ik hoor dat heel veel mensen tegenaan lopen, dat ze 10 schoteltjes in de lucht aan het houden zijn tegelijkertijd. Daarmee overbelast raken en eigenlijk die 10 schoteltjes ook niet goed in de lucht kunnen houden, want er is maar capaciteit voor 4 of 6, maar nooit 10. Ja. En toch proberen we dat. Ik moet een goede moeder zijn, ik moet een goede vader zijn, ik moet een goede bedrijfsleider zijn, ik moet innovatieve dingen bedenken, ik moet ook nog op social media mee, we willen 3 keer per jaar op vakantie. De kinderen moeten ook nog leren viool spelen, weet ik veel. Ze hebben geen talent, dat maakt niet uit, het moet toch. En boom, burn-out. Oh, gek hè? Ja, het zat er al 7 jaar aan te komen, dude. I could see it. Ja, dus het is eerlijk. Ietsje minder, ja. Dus dat is het eerlijke gesprek met jezelf aangaan. Ja, of met een ander. Ja, precies. We kunnen allemaal snappen dat we onze eigen blinde vlekken niet altijd goed kunnen zien. Ja, ja. En het succes van dat bedrijf voelt natuurlijk nooit als een succes. Kan ik, in ieder geval, dat is natuurlijk mijn interpretatie. Het voelt nooit als een succes wanneer aan de andere kant je privéleven aan diggelen ligt, doordat je daar al je focus op hebt gelegd. Ja, denk ik ook. Een tijd lang heb je dat misschien niet in de gaten, omdat je zo opgeslokt bent door wat jij denkt te willen. Nog los van wat we in het begin zeiden, waar komt dat wat jij wil eigenlijk vandaan? Is dat wel jouw wil of is het de wil van men? Meestal wel. Ik heb het niet bedacht. Alles wat ik kan verzinnen om na te streven, heb ik niet zelf bedacht. Maar heb ik ergens opgepikt. Dus hoeveel van mij zit daar eigenlijk bij? Wat wil ik daar nou eigenlijk precies mee? Maar als wij heel bezig zijn en we zitten op die trein, of we denken zelfs die trein te zijn, hoeveel gelegenheid nemen we dan nog om eens een keer iets te overwegen? Of een boek over iets heel anders te lezen? Of eens even back off a little. Ja. Even naar iemand te luisteren die misschien net even op een andere manier kijkt. Nee, we moeten door, want succes telt. Ja, en je ook echt af durven vragen. De trein waar ik nu op zit, is dat de trein waar ik ook op wil blijven zitten? En om te beginnen dus, is dit mijn trein? Precies. Of is het de trein van mijn ouders? Probeer ik daar indruk te maken. Ik heb dat vaak gezien in mijn praktijk.
dat iemand ondernemer werd en ook met een dikke auto aankwam. En ik geloof dat ik vorige keer al zei, wat ik zag was een 8-jarige jongen die papa probeerde te pleasen. Ja, wat voor soort succes is dat precies? Ik vind het toch een beetje dubieus. Ja, dus een hele mooie vraag zijn. Wat is succes voor jou? Wie succes ben je aan het nastreven? Ja. Wat wil je daarmee bewijzen eigenlijk? En wat wil je daar aan de andere kant mee weghalen? En dit zijn allemaal geen opmerkingen om niet ondernemend te zijn, maar wel om op te passen. In de Zen heb je zo'n uitdrukking, succes is mislukking. Dus die slaan helemaal extreem een kant door, die waarschuwen voor succes. Omdat succes ook een enorme ego-booster kan zijn. En dan heb je dus van buiten het applaus, en van binnen raak je steeds meer gevangen in een succesding. Wat je bijvoorbeeld bij sporters in extremis kan zien. Alleen als ik die beker omhoog hou, ben ik iets waard. Ja, alleen als ik 10.000 likes heb, dan ben ik iets waard. Voilà, ja. En dan moet je dat dus herhalen. Dus daar is een vervulling proberen te krijgen op het niveau van prestaties. De andere kant is vervulling proberen te krijgen op niveau van aardig gevonden worden en applaus. Dat zijn twee voor mij niet volwaardige manieren om vervulling na te jagen. Idealiter is het andersom. Ik val samen met wat ik ben en die vervulling is er dus al. En dan kunnen we kijken wat zich uit wil drukken, wat past bij dit organisme. Dat is iets heel anders. Ja, precies. En dat heeft dus ook mee te maken wat je net benoemde. Van wat wil je eigenlijk weghouden? Waar wil je van wegblijven? Yes. En hoe bewust is dat? Want ik zeg daarmee niet per se van dat erg is. Ik denk dat iedereen basically zo functioneert. Maar het is wel handig om het bewust te hebben. Alles wat wij bewust hebben, daar kunnen we iets mee. Wat onbewust in ons is, heeft ons te pakken. En dan denken we van dit was mijn idee. Nee, het idee heeft mij. Ik heb geen idee. Het idee heeft mij te pakken. En jaagt mij een kant op. En dan zeg ik, ja, dat wil ik echt. Ik heb niet door dat er in feite een parasiet in mijn systeem zit die me overgenomen heeft. En me een kant op stuurt waar ik misschien na 10 of 20 jaar achter kom van, wat doe ik hier? Zou je eens wat voorbeelden kunnen noemen om dit voor mensen praktisch, een beetje tastbaar te maken? Van wat zijn dan dus die dingen waar veel mensen voor weglopen? Ja. Niet goed genoeg zijn is de belangrijkste. En het niet goed genoeg zijn, dus proberen te compenseren of overschreeuwen door uiterlijk succes. Of door me gigantisch dienstbaar te maken aan anderen. Dus constant voor anderen bezig zijn. Terwijl ik niet doorheb dat ik dat eigenlijk doe om een gat op te vullen. Zolang ik de waardering krijg en zij of hij is zo goed bezig, zo'n goed mens. Zolang ik dat maar hoor, hoef ik niet te voelen dat ik eigenlijk op de loop ben voor het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dus dat is een kernding van bijna iedereen die denkt een afgescheiden wezen te zijn, dat hij niet goed genoeg is. Wat ik hier ingewikkeld aan vind, is ik ben dit proces ook doorgegaan. Kwam uiteraard ook bij die kern uit. Maar jaren terug had ik dat natuurlijk ook echt niet door. En ik denk nee, dat heel veel, dat heb je niet door. Dus dit hoor je ook alleen maar. Dit waar wij het nu over zeggen, hoor je alleen maar wanneer je of met dat proces bezig bent, of er al doorheen bent. Want anders heb je het gevoel, ja, dit geldt niet voor mij. Ja, tuurlijk. Het is ook geen kritiek of verwijt. Het is alleen iets wat op een gegeven moment op kan duiken. En naar mijn smaak, hoe vroeger, hoe beter. Ik had liever dat dit in de opvoeding al zat. Of op school misschien. Ja, maar is het niet zo dat het in de opvoeding juist wordt geïmplementeerd als het ware? Ja, exact. Daarom ben ik er niet zo'n fan van. Ja, van opvoeding. Ja, daar raak je nogal op van. Ja. Ja, is mooi. Ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen met mijn kinderen. Maar het is toch... Dat is lastig. Het is een uitdaging. Plus, je bent niet de enige invloed op je kinderen. De rest van de familie is er, de rest van de mensen die ze tegenkomen, leeftijdgenoten, school, whatever. Dus we moeten ons eigen belang als ouder ook weer niet overdrijven. Ja. Al zullen wij het grootste deel van de verwijten krijgen.
Ik vind het zo mooi, want elke keer als wij samen spreken, en zelfs al in aanloop naar zo'n gesprek toe, dan vallen bijna alle... Alles valt eigenlijk weg. Want waar draait het dan eigenlijk om? Wat, elke vraag die ik jou wil stellen, heb ik al eigenlijk al voordat ik me stel. Wat is hier nou echt het nut van? Wat maakt het eigenlijk uit? Wat is hier nou zo relevant aan om te weten, is succes maakbaar? Het is eigenlijk zo'n nutteloze vraag. Ja, ik zou hem ook nooit bedacht hebben. Nee. Maar nee, ik snap wel dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. En het is wel begrijpelijk, omdat we ook in een cultuur zitten waar succes telt. Ik schreef daar een keer een artikel, ik denk dat het op mijn website staat ergens, over van als vooral succes telt, zijn er maar twee categorieën. Je bent succesvol of een loser. En dan hebben we het wel eens over gelijkheid en dat soort dingen. Maar bijna iedereen is in de greep van het succes, waarbij het vaak samenhangt met uiterlijk vertoon. Zeker sinds social media, waar ik niet zo'n fan van ben. Omdat het de veruitelijking nogal in de hand werkt. En de schijn. Iedereen die doet de leukste foto's. Of aan de andere kant van, we proberen nog succes te peuren uit onze depressie. Of die we dan breed uit gaan uitmeten. En dan krijgen we daar weer likes voor. Van, oh, kijk toch, die celebrity is openhartig zijn over zijn of haar ellende. Jesus Christ, really? Sad. Ja, en ook dat is weer vanuit welke intentie is dan zoiets inderdaad neergezet? Of vanuit welke is dat om die likes te krijgen? Ik vermoed dus meteen van wel. Mijn neus zegt van wel. Het is dan daar weer desnoods met mijn ellende naar voren komen om daar nog iets van buitenaf te krijgen om een schijncompleetheid te creëren of ik doe er toch toe. Het is heel erg een ik doe er toch toe of ik moet er toe doen mentaliteit. Ja. En dan doet het er niet toe of ik er echt toe doe, maar als ik de schijn maar wek dat ik er toe doe. Dit zijn geen nieuwe noties. De La Rochefoucauld die schreef in de 17e eeuw al van, het gaat er meer om dat anderen denken dat ik gelukkig ben dan dat ik echt gelukkig ben. Waarbij opvalt meteen dat, stel dat ik echt gelukkig ben, hoef ik dat niet iedere keer te ventileren. Dat merken mensen dan meteen wel. Ik hoef dat niet te zeggen, ik hoef dat niet breed uit te gaan meten. Van kijk mij toch eens gelukkig zijn. Want dan is er meteen iets mis, toch? Ja, dan heb je weer dat streven naar. Dus dan mist er iets. Dat is raar, want een van de definities van geluk is dat dat een toestand is waarin er verder geen verlangens of weerstand aanwezig is. Het is een nulpunt eigenlijk. Er hoeft niets anders. Dus dat gaan lopen uitvenden met een virtueel spandoek van I'm so happy is raar. Ja, dat is een supermooie paradox daar eigenlijk in. Dat is net zoiets als mensen zeggen van nou, om heel erg eerlijk te zijn. En dan denk ik van oké, dan lig je dus meestal. Waarom zeg je zoiets? Of ik heb zo vertrouwen in, no. Als je echt vertrouwen had, zou je dat woord niet gebruiken. Dat betekent dat je bang bent. Het is een bezweringsformule. Ik geloof er niet in. Dus ik moet nogal wat giechelen zo af en toe. Dus wat een rust dat het kan geven wanneer je dat idee loslaat. Dat het leven maakbaar is. En dat het dus gewoon gaat om. Doe wat binnen jouw mogelijkheden liggen. Zet daar je beste beentje in voor. En ga zo het leven door. Ja, want voor de goede orde. Ik ben een fan van je werk zo goed mogelijk doen. Ik heb liever dat de cv-monteur maar één keer komt dan drie keer. Dus ik ben daarvoor. Maar ook hij en ik zullen weten dat er soms omstandigheden zijn dat iets misgaat, het langer duurt. Dus incalculeren dat dingen anders kunnen lopen dan je denkt. Of dat je wil, is wel zo handig. Plus we zijn beperkte wezens. Ja, precies. Oké, nou ik denk dat we nu genoeg denkstof hebben meegegeven aan de mensen die hiernaar luisteren of hiernaar kijken. Mooie vragen zaten erin om eens even daar heel eerlijk naar jezelf te kijken. Al dan niet met hulp van anderen. Ja, mooi. Cool. Dankjewel.